Hou je borstel en krultang maar in de aanslag, want vandaag krijg je een snelcursus eerste hulp bij inspiratieloze kapsels. Kapper Pascal van Loenhout toont hoe je elke dag van de week van kapsel kan veranderen zonder de schaar erin te zetten. Oké, Elke, de bedoeling van vandaag is dat ik je een paar easy tricks ga laten zien. Hoe dat je dagelijks door de week, door een paar aanpassingen, je kapsel op een totaal andere manier naar buiten kunt laten brengen. We gaan dus werken op een paar verschillende stijlen die geïnspireerd zijn op zaken die we gezien hebben op de runway. Maar we gaan deze natuurlijk een beetje vereenvoudigen. En zodanig maken dat je ze zelf kunt hanteren, mits een klein beetje info die ik jou ga bijbrengen. Dus de eerste look waar we gaan op werken is wat we noemen City Waves. Dan gaan we de haren opbouwen met een volumegevende mousse die ook hittebeschermend is. Het product opbouwen zodanig dat we echt een prep krijgen die het haar een klein beetje ruiger gaat maken van structuur. En op die manier voor deze look iets makkelijker handelbaar gaat maken. De haren zijn nu netjes afgekoeld. Dus wat we hier hebben als prep nu is 6 grote verdelingen. De haren bewerkt met een mousse, een schuim, mooi ingedroogd. En dan de combinatie van het schuim, die de versteving heeft, die de bescherming biedt tegen de warmte, hebben we dus met hoge temperatuur opgewarmd en nu eventjes laten afkoelen. Zodanig dat we nu een geheugen hebben gecreëerd voor het haar. En nu gaan we gebruik maken van een brede kam, om dus die textuur te laten vrijkomen. Ik heb dus nog altijd die vlakheid hier aan de wortel, een klein beetje die volume en dan die overgaat in een echte wave. Maar toch zit er zoiets distressed in zo. Oké, Elke, dus nu gaan we over naar de volgende look, wat een klein beetje de glam factor downgraden is. We gaan meer naar de richting van de grunge nu, die toch wel in het straat- en modebeeld een dominante rol gaat spelen. We gaan de uiteinden iets gladder maken en we gaan ook op bepaalde plaatsen met de stijltang de krul een beetje gaan verstoren. En dan door middel van product aan toe te brengen, het allemaal iets ruiger maken. Dus jammer genoeg voor jou zal de glam factor een beetje verdwijnen. Hier hebben we nu onze look beëindigd. Je ziet de contradictie tussen ruig en poederachtig en dan de stringiness en de glans. De interne ruige beweging heeft ons nog een beetje de structuur en het volume. Dat eigenlijk bijna nog een referentie naar jaren 40 geeft, die poederachtige ruigheid. En dan hebben we natuurlijk die echte getextureerde stringiness die op u verhelderend haar perfect werkt eigenlijk. Dus het is een contradictie, het is ook iets die heel goed past met een skinny jeans, een paar Converse en dan de gelaagde bovenkledij. Maar ook een heel belangrijke rol op de catwalk gaat spelen. Zeker nu we in een zone van 90s fashion zitten. Voor onze volgende look gaan we eerst de echte krul gaan verwijderen met de stijltang. Nog een klein beetje gaan we volume behouden aan de wortel. Eventueel straks een klein beetje touperen. Dan gaan we een strakke middenscheiding maken. En dan gaan we ook met een lage paardenstaart gaan werken. Om het zo echt een end of the day, after office hours, nonchalante look te geven.
maar die er toch goed uitziet als je nog als je kava wil gaan drinken achter het werk, dat je toch een bepaalde gestileerde look hebt. Nadat we de haren